En wij zijn onderweg naar de stalling om onze caravan op te halen. Want wij hebben vakantie. Caravan gezet en we zijn klaar om te gaan. Ik ga jullie even laten zien hoe de fietsen op de caravan staan. Staat hij? We gaan nu de auto aankoppelen en dan gaan wij richting Ommen. Ommen is onze eerste camping. We gaan deze week 3 campings bezoeken en we beginnen bij Utopia De Roos in Ommen. Nelly gaat de auto ervoor zetten. Er is wel veel wind. En het regent op het moment een beetje. Maar ja, het weer is sowieso een groot vraagteken voor mij de afgelopen week. Dus wij wachten het maar af. Wij zijn gearriveerd in Ommen. Wij zitten nu nog even in de caravan een spelletje Rummy Cup te spelen, want het regent. En ja, dat is natuurlijk niet het ideale weer om een caravan neer te zetten. Dus even wat tijd verdrijf. Met een uurtje is het droog. Dus dan koppelen wij de caravan van de auto af. En dan zetten wij neer en dan laten wij jullie even zien hoe wij staan. Nou, hier ligt Nelly weer. Die ligt te chillen. De nanny. De nanny. En dit is zo'n beetje ons uitzicht. Maar straks dan zetten we de caravan anders neer. Dan we wat verder uitkijken over het veld waar we nu staan. We hebben water gehaald. Nou, de regen is gestopt. Dus daar zijn we heel blij mee natuurlijk. En, gaan we lekker eten bestellen, want vanavond wordt er niet gekookt. Dat is onze plek. Daar staat hij. We zijn geïnstalleerd. En, oh ja, we hebben ook al 2 keer zonder stroom. Heel fijn. Ja, echt heel leuk. Kramperen. Maar hij doet het weer. Wij zijn Rummy Cup. Rummy Cup aan het spelen. Het is zaterdagavond, onze eerste avond op de Camping De Roos. En ik wil jullie even iets laten zien. Dit is een klasje, daar hebben we nog een van. En dit wordt een hartstikke goede nacht. Want ik kan onder een plankje, waardoor het plankje rechtop blijft staan. Het vorige bericht was iets sneller, omdat Nelly zei dat ik iets te langzaam praat. En ja, op het werk wordt ze ook wel Snelly genoemd. Dus ik denk dat dat de reden is. Maar ik wilde nog even met jullie delen dat deze klasjes zijn gemaakt door Nelly, haar vader, KR Totaal. En daar zijn we natuurlijk super blij mee, dankjewel. En waarschijnlijk worden de nachten nu beter, doordat het plankjesprobleem is opgelost. Wij gaan straks wandelen, toch? Ja. Het is lekker weertje, dus wij gaan inderdaad wandelen. Maar eerst even een kopje koffie. Wij gaan nu een heerlijke wandeling maken. Een wandeling van 6,8 kilometer. En toevallig start die ook nog vanaf de camping.
Hier start onze wandeling. Het water over. En dan is dit nog een stuk campinggedeelte. We hebben nog een tap gesignaleerd op de camping. Die staat er helemaal achterin. Een oranje. Ook wel de sunset genoemd. Hartstikke grappig. Nou, dat hek dat zit eigenlijk dicht van die brug. Ik denk dat die brug op instorten staat. Maar wij wagen het erop. Nou, tot nu toe gaat het goed. Ik ben er ook al overheen gelopen. Om de beurt. Nou. Hadden we bijna onze wandeling moeten staken omdat dat hek op slot zit. En dit hek zit gewoon open. Zo. Daarachter trouwens, daar zit de camping. Dus je loopt de rode bossen in. Wij hebben voor het eerst een epistoon gevonden. Superleuk. Een pandabeer. Kei tof. Smile. Er staat ook een nummer op. Superleuk. Gaan we hem hier laten of gaan we hem verleggen? Ik denk dat ik hem hier ga laten staan. Ja. Gezellig bij de rode bosmieren. Erg leuk. Volgens mij heeft Nelly een leuk boerderijtje gevonden waar wij iets kunnen eten en drinken. Nou, er staat ook een ijsko. Daar heb ik altijd wel zin in, een ijsje. Lekker gefietst. Nou, wij hebben lekker gewandeld. Je kan hier pinnen. Zie je? Wat komen wij tegen op de kaart? Op de huid gerookte zalm uit Urk. Heel toevallig. Die neem ik. Ons broodje is gearriveerd. Dit is de zalm uit Urk. En daar gaan wij lekker van genieten. Eet smakelijk. Dankjewel. Ik ben ook een gast aan tafel. De zalm staat nog geen minuut op de tafel. En hij, volgens mij ruikt hij het. Want hij kwam net al even kijken hier om een hoekje. Daar staat hij. Ik denk, ja, daar komt hij. Ik denk dat hij op de tafel gaat. Hartstikke leuk, mijn hoofdvriend. Ja. Nee. Afstand houden. Een klein meningsverschil over de weg terug naar de caravan. Ik zeg dat we water over moeten steken. En Nelly, die zegt van niet. Maar ik denk dat ik gelijk heb nog steeds. Maar ja, ik ben dan wel weer zo dat ik achter haar aanloop. Maar ik denk dat mijn weg het kortste was. Nou, ja, we komen er uiteindelijk wel. Want we zijn nu al bijna bij de caravan. Dus haar route was ook goed. Nou, we zijn er toch gekomen, hè?
Dit is het sanitair gebouw. Dat zit vlakbij onze caravan. Hier, ja. Hier zitten allemaal zwaluwnestjes. Kijk eens hoe leuk. Hier zit er eentje. En bovenin, op dat plaatje. Ja, daar zitten ze ook. Ja. Zijn het jongen? Jonge zwaluwtjes. Nou, dit is dus onze route vanaf het toiletgebouw. Je gaat hier een paadje op. Hier zit de stortplaats chemisch toilet. Dan gaan we morgen onze porta-potty legen. En nou, hier staat onze caravan. Dit is ons veld. We staan in een hoekje. Dit is ons uitzicht. Hier heb je de sleutels. Dit is ons uitzicht. Ellie is aan het koken. Ondertussen doe ik de andere campingklusjes. We zullen eens kijken hoe ver ze hiermee is. Lukt het? Wat eten wij vanavond? Midden-Oosterse roerbak met alaumi en rijst. Heerlijk. Een wijntje erbij. Zullen wij even proosten? Proost. Waar proosten wij op? Op het mooie weer. Op het mooie weer. Op lekker eten. En een hele goede vakantie. Wat doe je op de laatste avond op camping? Precies. De camping verkennen. We hebben even de fietsen erbij gepakt. We nemen gelijk de vuilnis mee. Nou, je hebt hier rivierplekken. Dat betekent dat je met je caravan of camper uitzicht hebt op de rivier de Vecht. Nou, daar staan wij niet. Want die plekken die waren helaas al volgeboekt. Hier heb je ook nog een veldje. Dit is de weg naar de receptie toe. Dat is eigenlijk de hoofdweg. Hier zie je een daktent op een bus. Ook heel leuk. En hier gaan we ook nog een veldje op. Oh ja, dat is ook een leuke tent. Daar hebben wij ook een keer in gelogeerd, in zo'n tent. Hoe heet zo'n tent ook alweer? Een bel? Een beltent, ja. Ja. Die zijn best groot. Ja. Wij hadden niet zo'n ruimte ervoor. Nee. Nou, hartstikke leuk zo op de laatste avond de camping verkennen. Hadden we eigenlijk eerder moeten doen. Kijk, er staat dat kleine eribaatje. Ik denk dat dit een eribapuk is. Oh, een eribatoering is het. Dan komen we in het straatje met safari tenten. Nou, ik vind het persoonlijk niet zo'n gezellig straatje. Het is een beetje een blubberden. Ik vind de safari tenten wel heel leuk. Laten we eens even hier kijken. Heel leuk. De mensen in de safari tent die kijken dus uit op deze dieren.
Heel bijzonder. We staan nu aan het einde van de camping. Hier houdt het eigenlijk op. Maar kijk dit tentje. Hoe geweldig deze staat. Wat een uitzicht. Uitzicht over de Vecht. De mensen zijn op fietsvakantie. Ja. Dat willen wij ook nog te doen. Deze truc kan mislukken. Dit wil ook niet. Ik moet eerst even sneller zien te komen. Alles te koop. Hoe gaat dat raam dicht? En zo. De frietkraam is gesloten. Van de camping, de party party lane. Wat zit daarin, joh? Wat heb jij erop gedaan? Heerlijk. Blauw water, blauw plas. Groen water. Groen. Stinkt het? Nee. Maar het is gewoon een goed plusje. Oh ja, het moet wel gebeuren. Nou, zo gaat dat. En nu moet ik hem even spoelen. Onze vakantie op Utopia de Roos zit erop. We doen nu nog even een koffietje met uitzicht op onze caravan. We hebben al een aantal spullen ingepakt. En dan gaan wij vertrekken naar de volgende camping. Dus bij deze sluiten we ook deze vlog af. En zien we jullie weer op de volgende camping. Nelly is ook nog druk bezig. De auto. De auto staat hier enigszins volgeladen. We moeten alleen nog even de afwas doen. En de laatste spulletjes inladen en dan gaan wij vertrekken.